Ralf Seuntjens, afgelopen week een overwinning op een winderig sportpark. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, gewoon een goede overwinning behaald, denk ik. Was soms wat moeizaam qua voetbal, kwam ook door de omstandigheden daar. Maar al met al gewoon tweede overwinning op rij nu en dat is altijd prettig. Ja, want de wind stond echt van links naar rechts, zeg maar. Dan is één helft vol tegen en één helft vol mee. Ja, dus het was moeizaam met voetballen inderdaad. Dus wel weer de beelden gekeken, zeg maar, wat het beter was. En ook heel goede dingen gezien, zeg maar. Vooral de eerste helft qua druk zetten. Dus daar kunnen we op voortborduren. Zijn er naast het druk zetten nog meer dingen die je meeneemt uit die wedstrijd? Ja, gewoon dat we weinig kansen weggeven. Dat we al echt als team hebben gespeeld. En ik denk dat het belangrijk is. En dat er nu een periode aankomt dat het goed is dat we daar als team gaan opereren. En ja, ik zie daar veel groei in. Je bent nu ruim een half jaar eindelijk speler van NAC. Hoe is het tot nu toe? Ja, top. Gewoon top. Gewoon fijne club. Ja, eindelijk droomt toch die uitkomt, zeg maar, ondanks alle onrust een beetje eromheen. Maar wel fijn om gewoon om hier te zijn en dat voelt voor mij gewoon top. En ja, ik hoop dat we dit seizoen nog met een banger kunnen afsluiten. Wat misschien ook top voelt is de wetenschap dat het morgen weer eens ouderwets volle bak is. Ja, dat is genieten. Ik denk dat het een uniek moment wordt in mijn carrière. Met carnaval, iedereen met een pakje aan in het stadion. Dus ik denk dat het iets heel moois gaat zijn morgen. En ja, dat wordt wel, ik hoop, een onvergetelijke avond voor ons als team en ook voor mij persoonlijk. Want ja, hier doe je het uiteindelijk wel voor. En er zullen waarschijnlijk ook veel familie en vrienden weer op de tribune zitten voor jou. Ja, zeker, zeker. En die zullen wat bier drinken en... hoop dat morgen één groot feest wordt en dat we kunnen knallen richting het carnavalsweekend. Je hebt natuurlijk al wel een aantal wedstrijden gespeeld met veel publiek. Dat zat een beetje rond de 12.000, 13.000. Maar ja, een volle bak in Breda is toch net even anders, denk ik, hè? Ja, ik heb als tegenstander wel meegemaakt. Maar een heel vol huis die je steunt. Tijdens het carnaval inpakken en alles. Ja, dat is uniek in, ik denk, in de wereld zelfs. En ja, daar mogen we trots op zijn dat die supporters zo achter ons staan en ons steunen. En dat maakt NAC gewoon een fantastische club. En wij als ploeg gaan er morgen alles aan doen om die 3 punten binnen te halen. En het carnavalsweekend goed te beginnen. Ja, we kunnen natuurlijk niet onderuit dat we gewoon 9e staan. Dan is het inderdaad, wat je zegt, natuurlijk extra bijzonder dat heel die hut vol zit straks. Ja, het is bijzonder. Heel bijzonder. En ja, op naar een mooi weekend zou ik zeggen. Dan de wedstrijd zelf tegen Jong PSV. Wat verwacht jij van wedstrijd? Nou, ik verwacht gewoon veel duels, veel strijd. Wij gaan aanvallen. En ja, ik hoop dat er veel goals zullen vallen. Dus mijn voorspelling is 3-4-0 voor NAC. En komt dan Ralf Seuntjens ook weer op het scorebord staan? Dat zou wel fijn zijn, ja. Je speelt tegenwoordig net even iets lager op het veld, waardoor je wat minder in scoringspositie komt. Vind je dat vervelend? Ja, af en toe is het wel lastig. Maar ik laatste tijd... belangrijk met assisten en kansen creëren, dus dat is ook fijn, maar een goaltje maken is, voelt altijd prettiger. Heel veel succes morgen en hoop op weer een goal van Ralf Seuntjens. Zeker, gaan we doen, man. Tot morgen, mannen.